Soms moet je de afstand tussen twee lijnen of tussen een punt en een lijn meten. En wat gebruiken we daarvoor? Uiteraard de geodriehoek. Ik heb een punt en een lijn en ik moet de afstand tussen die twee meten. Je zou kunnen zeggen dat je de afstand op verschillende manieren kan meten. Bijvoorbeeld van het punt naar hier of van het punt naar daar. Maar dat is niet goed. Er is slechts één manier, de juiste manier, om de afstand tussen een lijn en een punt te meten. En dat is de kortst mogelijke afstand. Die kunnen we meten met behulp van de nullijn van je geodriehoek. We leggen de nullijn van de geodriehoek op de lijn en we schuiven deze langzaam naar voren totdat we de lijn raken. Nu kan ik de afstand tussen het punt en de lijn tekenen en aflezen. In dit geval 9 centimeter. Als je twee lijnen hebt, dan kun je de afstand tussen die twee lijnen meten. Dit doe je ook weer met behulp van de nullijn van je geodriehoek. De nullijn van je geodriehoek leg je op één van de twee lijnen. En nu kun je de afstand tussen de twee lijnen weer tekenen en aflezen. In dit geval 14 centimeter. Je ziet dat de afstand altijd loodrecht gemeten wordt. Stel, je hebt een punt en je wilt alle punten met dezelfde afstand tot dit ene punt tekenen. Dan krijg je natuurlijk een cirkel. Een cirkel teken je met behulp van je passer. De afstand tussen het middelpunt en de cirkel noem je de straal. Afstanden meten is op deze manier een eitje. Nu ben je klaar voor de volgende functie van de geodriehoek, namelijk hoeken meten en tekenen. Maar daarover later meer. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.